Hallo. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en ik ga vandaag eerst eventjes sporten. Nog wat dingetjes regelen en dan heb ik een fotoshoot. En ik ga vandaag naar de kinderdisco van Turner. Hey, Hawaii style. En gisteren kregen we iets opgestuurd van een abonnee van het YouTube kanaal. En dat vinden wij echt super 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 lief. Een fan. Want die had onze muur gezien. En ik had natuurlijk gevraagd, weten jullie nog leuke magneetjes? En ja, dat wist zij wel, want die verkoopt ze ook. Dus die heeft ze opgestuurd naar ons. Oh, die staan hierbij 3 magneetjes voor jullie in jullie mooie keuken. Voor Jola heb ik er een leuke pin bij gedaan. De Instagram Pink Free Shop is nu nog leeg, maar daar komt zo snel mogelijk verandering in. Heel veel plezier ermee. Kus, 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 kus. Liefs Rosse. Rosé. Pinky Freeze. Ik weet niet of ik je naam verkeerd uitspreek, maar ook allemaal hartjes erbij. Oh. Oh. Die kan je op je kleding doen. Ja, joh. Tadaa. Ah. Wat een schatjes. Ja. Lief. Straks dus naar het fotoshoot, dus ik moest even goed douchen en mijn haar wassen en alles. Maar wat bleek, toen ik heerlijk onder de douche dacht te gaan, geen warm water. Dus het was echt een hele snelle koude douche. Wow, wat vond ik dat rot zeg, maar goed, we hebben het overleefd. Die fotoshoot die ik ga doen, dat is trouwens gewoon via een kennis. Die ken ik via Crazy Land, waar ik ooit een hele poos gewerkt heb als entertainment coördinator. En hij was daar de fotograaf en zodoende hadden wij af en toe contact voor de foto's op dat feest. En eigenlijk ben ik hem daarna nog regelmatig tegengekomen en het is een hele leuke gast. Maakt hele goede foto's. En ik zag een berichtje voorbij komen dat hij iemand zocht om wat dingen te testen. Nou, daar wil ik graag aan meewerken als ik daar wat leuke foto's voor terug kan krijgen. Dus dat ga ik gewoon even snel doen. Ik heb niet al te veel make-up op gedaan, want ik weet nog uit ervaring dat dat niet meer zo goed werkt. Wanneer je 32 bent, een beetje knijpoogjes begint te krijgen en gewoon buiten in de zon gaat staan. Soms dan krijg ik ineens zo'n uitbraak dat ik gewoon helemaal irritatie krijg van al die make-up en dat alles begint te lopen. Dat heb ik heel vaak wanneer ik uitga. Ik ben wel heel wit trouwens. Maar goed, hè? Het moet maar. We doen het ervoor. Misschien is er nog een beetje Photoshop. Ik heb trouwens mijn vrolijke shirtje van AliExpress aan. En mijn All Stars die ik op het Waterloopplein heb gekocht. En een broekje die eigenlijk een beetje te klein is. Maar goed, voor de foto kan het misschien nog. En ja, dit heb ik eronder voor misschien straks. Ik dacht misschien is dat wel leuk als het wat meer speels moet. Beetje ja, kinderachtig misschien, maar I like it. Dus ik ga nu nog even snel wat eten. En dan ga ik zo. Go outside. Oh ja, dit is trouwens David. Onze master fotograaf van vandaag.
Hallo! Hi, hi! Ik help je even met het statief. Oh, dat is de oplossing weer. Gewoon met geweld. Als je dat hier... Zucht. Het zware leven. Zo'n zwaar leven. Zwaar leven van een model. Even rust. Het verhaal van de fotoshoot in het park. Goed verhaal. Ja, dit wordt de plek. Ja, ja, ik heb een jacht gehuurd. Top. Ja, shot van de dag. Dit is hem. Dat is echt Disney. Ja, ik ben voor mezelf. Running up a mountain and climbing a tree. Twisted like a snake and busy like bees. Don't know what the is wrong with me. Don't know what the is wrong with me. Pumping up the volume to 90 degrees. Dance. Vet stukje hier. Het is trouwens ook super leuk om te gaan sporten. Je hebt hier een soort fitness spot. Echt heel leuk. Across the room, you got me blushing. I got a crush, just like a gold rush. How you know you got that something here? I'm just standing, doing nothing wrong. Across the room, you got me blushing. I got a crush, just like a gold rush. Hello. 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 Yola is er weer. We gaan eventjes snel cadeaubonnen kopen, want Yola die heeft wat feestjes. En nog wat boodschapjes. Dus snel, hurry. Het is een fast day. Hè? Yola kan geen genoegen krijgen van fidget spinners. Wow, dus... Ze heeft er nu al 2, dus je krijgt echt niet meer. Wow. Het is weer eens een chaos hier. Even heel snel koken. Volkoren wraps. Met tomaat. Kidneyboom. Oké. Paprika. En magere runder gehakt. Met knoflook. Ja, kom maar. Ja hoor. Ja. Nou, doe maar. Laat zien dat zien. Nee, doe even. Echt zo super sneu voor Jol. En zo dom van mij. Yola, de turnen. We waren heen gegaan voor de turndisco. Waar ze super veel zin in had. Ze zat helemaal in een rokje en turnpakje en alles zat ze klaar. En toen kwam ik binnen. Maar ik kwam niet binnen, want de deur ging niet open. Dus ik dacht, maar ik had niet eens de telefoon bij me. Dus ik ben snel teruggereden naar huis. Ik dacht, misschien ben ik op de verkeerde locatie. Maar nou blijkt dus dat op het briefje stond dat het zaterdag is. Turnen, disco en niet vrijdag. Maar goed, Yola was een beetje verdrietig, maar het gaat er weer. Arm kind. Ik ga editen. Aan het work. Gaat, ik ga er vandoor. Ik ga even opschieten. Nou, Bart was eindelijk in beeld, maar hij gaat er alweer van door. We hebben net even snel samen gegeten en dat was ons moment samen van vandaag. We zijn zo blij dat het weekend is. Yay! Morgen gaan we naar Electronic Picnic. Dat is een soort festivaletje hier bij ons in Purmerend. Doei schat. Doei schat. Doei schatten. Later.